Nou, het schijnt dat meisjes daar hele lelijke ogen van krijgen als ze wat ouder worden. Breda Nu. Je weet het meteen. Vanaf maandag 15 april maken het Amphia Ziekenhuis en Avans Hogeschool in Breda hun buitenruimtes volledig rookvrij. Wat vindt de Bredaner hiervan? Dus het Amphia Ziekenhuis en Avans Hogeschool die maken hun binnen- en buitenruimtes vanaf 15 april volledig rookvrij. Wat vindt u daarvan? Ik vind het heel goed. Ik rook zelf niet, maar mijn vrouw nog wel. Maar ik vind het perfect. Rookvrij. Dat vind ik goed. Ja, ik ben zelf een hele frequente roker geweest. Zelfs, ik denk wel 40 jaar. Ik ben nu sinds 3 jaar gestopt. En ik ben niet zo iemand die het veroordeelt, want iedereen moet dat voor zichzelf weten. Maar ik vind dat in de ziekenhuizen moet het echt wel verboden worden. Ja, dat vind ik echt. Ja, in het ziekenhuis kun je niet roken, hè? Nee, maar buiten ook. Ja, dat is iets voor zijn eigen zaak. Buiten kan iedereen doen wat hij zelf wil, lijkt mij. Nou, vanaf 15 april wordt dat wel verboden bij het ziekenhuis, de buitenruimte. Ja, dat vind ik eigenlijk niet goed. Ja, op zich vind ik het wel goed, want heel veel mensen hebben er toch wel last van het roken. Dus dan is het natuurlijk ook gewoon fijn dat zij er geen last van hebben. Ik vind het wel een goed plan. Waarom? Omdat ook als je daar naar binnen loopt bijvoorbeeld bij het Amphia ziekenhuis. En je moet langs al die mensen die aan het roken zijn. Ik vind dat niet prettig. En als we het dan hebben over de hogescholen van Avans. Want dat willen ze ook in Tilburg en Den Bosch gaan doen. Ik vind het wel goed. Het ontmoedigt toch de jongelui om te roken. Ik vind het... Inderdaad op tijd dat een keer zou gaan gebeuren. Want roken is inderdaad niet nodig om dat in de buurt van een ziekenhuis te doen. En wat vindt u daarvan? Ik vind het heel prettig, want soms staan er allemaal mensen buiten te roken. En dan moet je langs al die rokende mensen het ziekenhuis in. Dus ik ben er heel blij mee. Maar ik denk ook wel dat diegenen die dan roken ook al wat minder roken. Dus ik denk dat het voor diegenen dan zelf ook al fijn is. En als het echt niet, als ze echt per se willen roken, hebben ze echt gewoon een andere plek waar ze natuurlijk kunnen. Geweldig, want wij zijn tegen roken, dus voor mij mag het overal, ook op terrasjes. Ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Ik ben sowieso niet voor roken. Ik bedoel, als je wil roken, prima. Maar vooral bij zo'n gezondheidsinstelling, dat matcht gewoon helemaal niet. Ik denk überhaupt dat het roken echt tot een minimum beperkt moet worden. En ja, een ziekenhuis ook op straat, nee. Ga maar ergens in een café zitten en dan roken. Ik bedoel, je moet ook zonder roken kunnen. Maar de mensen die dus buiten roken, die houden ook geen rekening met ons. Dan zit je ergens op het terrasje en dan moet je hun roken inademen. Dat vind ik niet fijn. Ik denk dat het op zich wel buiten zou kunnen ontroken. Dus eigenlijk ben je het er niet helemaal mee eens? Ja. Ik vind het prima. Ja, ik rook zelf niet, nooit gerookt, dus ik vind het heel goed. En waarom vindt u dat een goed idee? Nou, het schijnt dat meisjes daar hele lelijke ogen van krijgen als ze wat ouder worden. Heel goed, dat hadden ze eerder moeten doen. Okay. Ik vind het schandalig dat daar gerookt wordt. Echt waar. Dat vind ik ervan. Breda Nu. Je weet het meteen.